Een hele leuke opdracht hebben we gekregen deze week. In het kader de week van de museum zijn we aanbeland bij de domeinen. En ik zit hier werkelijk in een heel mooi kunstwerk. Ik vul me weer een beetje achterin. Eigenlijk, hier in dit soort tentoonstelling is er altijd geld voor de kinder. Dus mijn allereerste idee was geld voor de kinder. Dat is een geluk, want ik vulde me weer even kindje. Ja, maar het is dus geworden dat geld voor alle grote mensen die ook het kind in zichzelf hebben bewaard. Dus het is eigenlijk dat eerste idee, eigenlijk in de gang tot naartoe wist ik al heel gauw, eerst wou ik gekleurde ballen maken, zo wie in de IKEA, zo'n ballenbad en die omveilten. Maar al heel gauw dacht ik, dat gewoon ik ga niet doen. Kinderen hebben al genoeg kleur. Ik breng terug naar de natuur, waar mijn inspiratie zit. En zo is het idee van die steen ontstaan. We gaan nu eens weer kijken hier in de domeinen, wat hier allemaal te doen is. Het begin is in ieder geval goed. Hoe was het de week van het museum afgelopen week? Dat is gisteren begonnen, de museumweek. En dat loopt tot en met volgende week zondag. Merk je nu ook dat zo'n dag meer bezoekers trekt? Ja, dat is wel, toch wel duidelijk. Er is van alles te doen hier in het museum. Neem eens op. Veel activiteiten. We hebben dadelijk starten we met een werkgroep archeologie. Die komt erheen. Dan kan ze de vondsten laten bekeken. En dan wordt ik hopelijk duidelijkheid verschaft in de oorsprong en wat vandaan komt. Misschien dat je het waardevol. Ja, het zou heel leuk zijn, toch? We hebben een quiz, een zittische taalquiz, goud of niet goud. Dat wordt vandaag 3 keer gegeven. We hebben een kinderrondleiding gehad vanmiddag. Er is een workshop kraalveld. Van alles. En 2 exposities. En 2 exposities, ook dat. Waarom heb je gekozen voor een quiz vandaag? We zijn gevraagd door de organisatie omdat dit jaar het jaar van het dialect is, om ook het aan het dialect te doen. En ze hebben gezegd van dan is dat het leukste om dat in de vorm van een quiz te doen. En we hebben er geen gevolg aan gegeven aan dat verzoek. We hebben een quiz gemaakt waarbij we een aantal woord gekozen hebben uit het schruin buikje dat we in november gepresenteerd hebben. En de luik kunnen dan aangeven de 3 of 4 betekenissen, welke van die betekenissen is goed. Dus ze kunnen op die manier kijken of ze hun zitters inderdaad kennen. Vind je dat belangrijk? Natuurlijk. Er moet een dialect of een streektaal is een deel van de identiteit. Dus hier is het Nederlands is dat in Europa. En als we zeggen, de dialect is dat binnen een eigen gebied. Dat moest je cultiveren, want het is een verdomd plastic taalsysteem. Daar moesten van alles aan doen om dat in ere te houden. En we doen dat op deze manier. Dit hier is dit werk het verbinding geeft vreugd. En dit is het werk wat ik eigenlijk heb gemaakt specifiek voor deze tentoonstelling. Wie ze mij vroegen, wat ik een hele eer vind, om hier deze tentoonstelling te verzorgen, toen dacht ik, als ik in de domeinen in Sittard tentoonstel, moet ik ook het maken voor de gemeente Sittard-Geleen. En eigenlijk kwam direct het beeld van mij op, de toch wel een kwinkslag naar de strubbelingen, wat na een fusie van 15 jaar toch altijd nog klinken. Stel je hier voor het museum, omdat het de wijk van het museum is, is dat een bewuste keuze? We zijn eigenlijk nu gaat langer dan 2 jaar bezig. En in het begin was dat een van onze eerste opdrachten. En daar dragen we natuurlijk een warm hart aan bij. Je bent zelf ook in een museum lopen? Ik ga wel eens naar een museum. Ja. Maar hoe ben je op het idee gekomen om kunst te maken op een iPad? Het is een logische ontwikkeling. De techniek ontwikkelt zich en je wil daar met de computer in eerste instantie dingen mee doen en dan komt opeens de iPad en iPhone en zo langzaam groei je erin. Maar denk je dat meer kunstenaars de digitale kant op gaan? Er zijn natuurlijk veel kunstenaars die dat omarmen en er zijn ook kunstenaars die gewoon traditioneel willen blijven werken.